op het eerste event van onze Finance Week. En vanavond krijgen we een introductie over daytrading door niemand minder dan Mathieu Palmans. Mathieu zal volgend jaar ook de president zijn van Kapitaal Gent en is al enkele jaren heel actief op de financiële markten. Verder hebben wij woensdag ook nog een workshop over due diligence die door PwC zal worden voorzien. En donderdag sluiten we de Finance Week af met William de Veilder, die komt spreken over inflatie. En William de Veilder is Group Chief Investor bij BNP Paribas Fortis, dus die weet echt wel waarover hij spreekt. Het zal met andere woorden een boeiende Finance Week worden, maar we beginnen dus met daytrading door Mathieu. Mathieu, ik geef het woord aan u. All right, dank u Victor. Kan iedereen mij horen? Yep. Oké, top. Dan gaan we eraan beginnen. Dus sowieso alleszins iedereen van harte welkom. Ik ben Mathieu, zoals Victor al heeft gezegd, en ik zit in de financiële markten. Ik daytrade, ook investeren en zo, in allerlei soorten markten. Dus ik ga u daar wat meer over vertellen vandaag. Het is de bedoeling dat we gaan kijken van wat is daytraden, wat is het nut ervan, en dan ook echt werk, niet te theoretisch, en gewoon er direct in via. Dus ik ga eens kijken van, kan ik hier mijn PowerPoint delen? Waarschijnlijk zien jullie nu mijn scherm. Alright. Dus sowieso, vandaag gaan we het hebben over daytrading. Alleszins wil ik eerst even zeggen hoe dat de industrie werkt. Want je moet weten, de finance industrie is redelijk rigged. Wat bedoel ik daarmee? Dat er veel scams in zitten en dat eigenlijk een soort van supply chain is van de needs van mensen. Je hoort dat vaak. Niet alle daytraders zijn succesvol, in tegendeel. En ook niet alle investeerders zijn succesvol, ook in tegendeel. Je zit met pro's in de business. En die pro's die beginnen meer en meer u eigenlijk te gebruiken. Je zit onderdeel van eigenlijk de supply chain. En die supply chain is hier, wordt hier weergegeven. En dat is namelijk de volgende keten, zeg maar. Dus sowieso heb je de investment bank, dat is smart money. Dat zijn eigenlijk de desk traders, mensen die dat alle dagen doen. En zij lenen eigenlijk credit facility aan de retail broker. Retail broker, DEGIRO, Bolero, Flatex enzovoort. En die hebben natuurlijk een platform, een software dat hij kunt gebruiken. En ze gaan ook vaak leverage toekennen, financing en liquidity, dus bied- en laadprijzen. En dan sowieso in de tussenschakel heb je allerlei gurus, trading educators, die denken van dat ze het eerst en vooral kunnen. Sommigen zijn echt ook goed, maar de meeste zijn niet goed of doen zich maar voor om te inspireren of zijn echt niet zo goed. En dat is een groot gevaar. En zo houdt dat de supply chain eigenlijk in stand. Dan komen veel mensen in de markt op de hoop van dezelfde returns te halen, maar dan wordt het meestal gewoon op hun gedumpt. En ja, de dump money is de retail trader, dus echt iemand die dat doet, niet als job, niet als profession, niet als echt core bezigheid, maar eigenlijk gewoon iemand die een hokje wil wagen op de beurs eigenlijk, en die houdt die supply chain in stand. Tegenwoordig bij een retail broker moet je gewoon eigenlijk maar alleen een paspoort geven, een billing address, en je kunt al direct gaan traden. En dat is ook de bedoeling. Jij zorgt voor liquidity in de system. Jij zorgt voor buy gedrag. Want investment banks, je moet weten, hebben natuurlijk ook posities die zij short of long gaan. En je moet weten dat als zij een trade willen exiten, dus als zij verkopen, ze hebben genoeg liquidity nodig om te verkopen. Dus als je een army van retail traders hebt, kun je zeer makkelijk verkopen. En meestal is de dump money fout. En de investment bank, de smart money, is juist. Die hebben veel meer middelen. Die kennen Wall Street. Er gebeurt ook veel onder tafel. En zo creëert je false narratives. En in de finance world en investing world heb je redelijk veel false narratives. Onder andere ook van de ETF's. Dat is een zeer grote hype. Ik zeg niet dat dat slecht is, maar er wordt nogal vaak gezegd van, kijk, benchmark is 7% per jaar. Meer kun je niet halen. Ik disagree daar echt heel hard mee. Je kunt natuurlijk veel meer halen. Niet als retail trader, maar als professional of echt als iemand die een systeem volgt.
bedoel, 7%, als je 1% per dag haalt, dan moet je eigenlijk maar 6 dagen in een jaar 1% hebben, als het echt ligt. Dus ik ben daar niet zo mee agreeing. Dat is eigenlijk weer een soort van narrative om u in de fondsen te steken, om ETF's, om transactiekosten. En dat levert goede cashflow op voor banken en voor investmentbanken. En die betalen zeer veel fees, bijvoorbeeld aan de exchanges, bijvoorbeeld de New York Stock Exchange of de Nasdaq. Dus dat wordt allemaal in stand gehouden. En we moeten weten, de retail trader die verliest meestal geld, en dat is om bepaalde redenen, onder andere de smart money. Maar als retail traders heel hard winnen tegen Wall Street, zie bijvoorbeeld Tesla, dan zijn de verliezen voor de investment banks enorm. En ik zeg zeker niet dat investment banks veel beter zijn of zo in traden. Die hebben gewoon veel meer macht en veel meer invloed. Dus er zijn zeer veel conflicts of interest tussen bepaalde partijen. En jij bent gewoon onderdeel van de retail trader. En smart traders weten eigenlijk van, kijk, wij zijn gewoon maar een onderdeel en wij weten hoe dat we moeten traden. We gaan vooral niet mee in de narratives, in de valse narratives van als we gaan moeten zo doen en zo. En de nieuwsfacts, want media probeert natuurlijk ook altijd te manipuleren. Dus we gaan daar niet in mee. We weten die trading educators, wat doen die soms ook? Die zetten zo van, bijvoorbeeld, deze keer hebben we zoveel gewonnen. Maar wat ze eigenlijk doen, is gewoon een demo-account aanmaken, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk de oldest trick in the book. Wat doen ze? Ze gaan long en ze gaan short. En ze posten alleen de winnende kant. Als de markt omhoog is, ze gaan posten ze hun long. Als de markt naar beneden is, ze gaan posten ze hun winsten van de short. En dat is eigenlijk de oldest trick in the book. Want voor de brokers, echt brokers, wat dan gewoon moest naar bellen. Iedereen dat vroeg ook. Dat was van 50% van de cliënten vertelde hij, de broker, om te longen. En 50% om te shorten. En wie verloor was dat van, niet erg. You'll make it back next time. En wie dat won was natuurlijk zeer blij, want hij had goed rendement gewonnen. Dus zo bleef eigenlijk ook die supply chain toen al staande. En ik zeg het, er zijn veel false narratives in de market, sowieso nooit geloven. En belangrijk om te onthouden, besef dat je daar deel van bent als je nodig hebt. Waarom hebben ze 100 leverage uitgevonden? Omdat je letterlijk, leverage is hefboom. Je kunt dus een positie van 100 euro bijvoorbeeld. Als je 100 leverage doet, heb je een kapitaalkracht van 10.000 euro. Maar dan kunnen je verliezen zeer snel oplopen en je winsten ook natuurlijk zeer hard oplopen. Maar dat is ook invented voor de investment banks om easy uit een position te raken. Dus je ziet allemaal sowieso mee opletten. Next slide. Dus wat noemen we het 90-90-90 fenomeen? Dus een 90-90-90. Dat is eigenlijk 90% van daytraders verliest in 90 dagen 90% van zijn waarde. Dus dat is redelijk veel, maar er zijn daar veel. Allee, je moet dat wat nuanceren. Sowieso mensen die daytraden willen misschien een beetje zijn activistisch en willen er iets van maken of zijn ontslagen op hun werk of zo. Maar dat is ook echt een profession voor trained people. Like als je rechten doet, moet je 5 jaar studeren. Als je handelsingenieur doet, moet je 5 jaar studeren. Hetzelfde is met daytraden. Daar moet je echt een seasoned professional voor zijn. Voor dat tot een zeer goed einde te maken. Voor consistente, risk-adjustable, consistente, goede winsten te maken. En nog iets over de industry. En dan gaan we over naar het echte werk. Wat doen retail brokers vaak? Ze maken 2 books aan. En dat gebeurt allemaal in fracties van seconden. Maar weinig mensen weten dat. En ze hebben de losing client, 90% van de time. Dus echt 90% van hun mensen of 80%. En dan noemen ze de A-book. En die verliezen veel. En vanaf dat die bijvoorbeeld buy drukken, dan gaat de broker automatisch de andere kant van de trade innemen. Dus dan gaat die short gaan. En die gaat dat doen door niet te hedgen. Dus die gaat niet bijvoorbeeld ook long gaan. Die gaat enkel short gaan. Dat noemen ze naked shorts. Bij zilver is dat zeer vaak gedaan vroeger.
JP Morgan, Goldman Sachs, die zeer veel shortcontracten artificieel eigenlijk bijmaakten om zo de prijs van zilver te dumpen. Twee traders zijn daarvoor zelf 26 jaar en 28 jaar respectievelijk voor in de cel vlogen. Dus je moet weten, de business is vuil en don't be de 90%. Want ja, dan zit je binnen de 90 dagen je 90% van je kapitaal kwijt. En dat is eigenlijk goed voor de broker, want ja, je moet weten, zij winnen de spread. Dus de spread stellen ze samen, de bid en de ask. Ze hebben commission, ze hebben de finance turn en ze hebben de OTC gain. Wat als zij eigenlijk winnen aan die trade als zij short gaat en jij long gaat. Bij de winning clients is het anders. Zij gaan eigenlijk ook de andere trade opgaan, maar ze gaan dat hedgen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan de other side nemen, maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld stel nu, ik ben de winning client en ik enter een long. Dus ik denk, Apple gaat van dit in een kwartier van 124 naar 125. Veel volume, veel bias volume. Go for it. Zij gaan automatisch shorten, maar ze gaan ook longen. En je moet weten, dat is zeer irritant voor die broker, omdat die dan twee keer, die heeft twee posities. En winning clients zijn echt een blok aan hun been. Sowieso, dat gebeurt allemaal in seconds, want ja, ze hebben twee keer posities nodig. Dus ja, ze hebben enkel maar de spread, de commission en de finance turn, maar niet die OTC gain, en dat is meestal het meest. En soms moeten ze zelf een beetje met release coveren, dus pakken. Dus ja, dat was het voor even situeren in de industry. Het is toch niet allemaal koek en ei. Je behoort echt tot een soort van voedselketen, dat komt altijd terug. Maar nu gaan we eens kijken naar daytrading zelf. Allereerst, als je een trade entert, moet je wel weten van, kijk, wat is die globale kijk in de wereld? Dus hoe zijn de prospects? Is er iets aan het gebeuren? Kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Kijk ook naar de rate. Bijvoorbeeld, nu wordt de rate niet geraced, dus niet verhoogd tot 2024. Dat zijn allemaal factoren hoe je de markt een beetje moet benaderen. Je moet sowieso een soort van achtergrond hebben om eigenlijk deze markt te kunnen interpreteren. Als je al zo wat die achtergrondinformatie hebt, dan kun je daar gelijk beter processen. En meer nog, daytraden draait vaak om confidence. En daar heeft u ook een level of confidence van, kijk jongens, we zitten nog altijd in die mass stimulus. Dat gaat niet veranderen. De rates worden nog niet opgetrokken. Dat is zeer belangrijk. We zitten ook nog in COVID. Er wordt massaal gespaard eigenlijk en belegd. Dat is ook zeer goed. COVID is zeer goed voor de markten geweest. Om het feit dat de markt moest sowieso crashen. De markt stond zeer hoog. Die heeft natuurlijk ontzettend lang hoog gestaan. Maar COVID is echt een geschenk uit de hemel eigenlijk. Omdat policies en central banks hebben enorm veel, eigenlijk never waste a good crisis kunnen doen. Ze hebben enorm veel geld gepompt in de market. En ze blijven dat ook doen. Moest dat bijvoorbeeld een gewone crash zijn, dan zou dat niet op die schaal zijn. Want nu hebben ze een soort van ook een narrative van het is COVID en we moeten deze markt omhoog brengen. En eigenlijk wel slim, want ongelooflijk veel mensen, als het echt zo kijkt, als het zo bekijkt, ongelooflijk veel mensen maken zeer veel winst. En die spenderen dan ook ongelooflijk veel op hun beurt of die starten een business. Dus eigenlijk is het zo wat dubbel. Ook weten van hoe is deze markt gecorreleerd. Bijvoorbeeld als olie zeer hoog staat en goud, impliceert dat meestal zo wat een negatieve dag op de beurs. Laatst zitten ze anders. Maar gewoon om te weten, in het achterhoofd houden van, kijk, hoe zijn die correlaties? Bijvoorbeeld als dollar zeer hard dropt, gaat Nasdaq meestal positief gaan. Waarom? Dat heeft te maken met de future cashflows van die Nasdaq-bedrijven. En daardoor ja, zijn die gecorreleerd eigenlijk. Trends van de markt is ook altijd belangrijk. Je wil weten, waar zit het meeste geld? Zit dat langs de bull side? Dus als de beurzen stijgen, wint je? Of langs de short side? Trends kunnen ook developen, ontwikkelen, naarmate ja, downtrend op kleinere timeframes. Bijvoorbeeld, je kunt vandaag bijvoorbeeld was een downtrend van ja, een dag. Maar algemeen is de trend nog altijd superveel omhoog. Ik ga dat straks ook tonen.
Dus ja, trends ontwikkelen zich slowly en op grote timeframes en op kleine timeframes ook. Dus ook belangrijk om in het oog te houden, je wilt niet tegen de trend traden, want meestal, ja, er zit gewoon meest buying power achter de trend. En dat kan buying power zijn, dat kan selling power zijn. En je wilt dan niet tegen traden, want je wilt met de stroom mee zijn, maar ook niet te veel. Er zijn natuurlijk ook nuances op. Soms moet ik hier een zalm durven zijn, echt tegen de stroom inzwemmen. Maar dat zijn meer de risky trades en dan moet je echt al weten waar je mee bezig bent. De VIX is ook een zeer goede indicator, bijvoorbeeld als zeer lang, VIX meet eigenlijk de volatiliteit. En als er zeer lang een lage VIX noteert, dus dat is ook iets dat noteert, je kunt dat zelf traden, ja, dan moet je zoal iets weten van, het is wel al lang heel laag. Ja, als er een of andere onzekerheid komt, spike dat en dan gaan money managers ja, vaak posities in cash om winst te pakken. Zo werkt dat nu eenmaal. Dus je moet daar allemaal een beetje naar kijken. Dan soorten trades. Heb core trading, dat is van weken tot maanden. Bijvoorbeeld investment banks doen daar vaak gewoon een buy plannen. Bijvoorbeeld Apple, bijvoorbeeld kleinere Chinese aandelen. En dat is voor de lange termijn. Swing trading is dagen tot weken. Echt zoiets van, oké, ik position mij voor aandeel. Meestal zijn dat pharma-aandelen. Dat kan ook iets anders zijn. Elektronica of semiconductors. Bijvoorbeeld AMD. Je weet bijvoorbeeld, ja, binnenkort is er een soort van voorstelling van een nieuwe chip. Ja, dat is zo'n beetje swing trading. Het aandeel noteert laag. Binnen 2 weken is die chip. Dat zorgt wel voor wat momentum. Dat is een soort van cataclysm. Een cataclysm is iets wat dat is eigenlijk je vuur van je trade. Dat is wat de prijs doet spiken en er terug momentum in doet komen eigenlijk. Dan heb je guerrilla trading, dat is ja, de daily chart, de 60 minuten en de 30 minuten. En dat duurt eigenlijk uren tot dagen. Dus dat is bijvoorbeeld als ik nu een trade plan of zo. En ja, binnen een paar uur cover, dat is guerrilla trading. En dan day traden is eigenlijk wat het vandaag over gaat. Dat is eigenlijk op de 5 minuten, op de 15 minuten en op de 30 minuten chart. En dat kan minuten tot uren duren. Dus dat is eigenlijk wat we willen weten. Dus introduction to day trading. Maar alle principes die we eigenlijk vandaag gaan zien, die gelden ook voor grotere timeframes. Dat is universeel sowieso. Ja, dan over de instrumenten. Wat kunnen we allemaal daytraden? Ja, bijna alles echt waar. Je kunt currencies, cryptocurrencies daytraden, bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum, XRP. Forex-markten, foreign exchange-markten. En dan ook, ja, indexes kunt je ook traden. Die trade ik eigenlijk het vaakst. En dan heb je ook nog options, ja, call en puts. Maar daar heb je een probleem mee. Want dat heeft een tijd aan verbonden. Dat is je bijkomend component. Dus dat vind ik wel meer risky. Sowieso, wat moet je doen als je aan het traden bent? Sowieso verlies nieuw geld. Want zoals die foto hier aangeeft, als je 10% verliest, moet je 11% recoveren. Dat is dat wel. Maar als je 30% al verliest, moet je al verder een helft recoveren. Je ziet dat hier. Als je 50% verliest van je kapitaal, dan moet je 100% recoveren. Dus zorg ervoor dat je eigenlijk zo weinig mogelijk verliest. En dat noemen ze eigenlijk een goede risk-reward. Een trade entert je eigenlijk niet op een middenstuk of zo. Je wilt altijd, zeker een day trade, je wilt dat op een extreme pakken. Dus op een extreme laagte of op een extreme hoogte. Waar je het meest value in ziet. En daar gaan we bepalen als gebied aan de hand van indicatoren. Dus sowieso een goede risk reward mogen hebben. En wat bedoel ik daarmee? Zet ook een stoploss. Een stoploss is een mechanisme waarvan dat als de prijs een bepaald level raakt, bijvoorbeeld ik ben long Apple op 100 en ik weet van ja, vanaf de Apple onder 95 zakt, gaat hij snel terug naar 90. Dat is een stoploss. Als dat 95 hit, dan ben ik gewoon 3% kwijt, maar mijn risk-reward was goed en ja, dan heb ik niet zoveel kwijt. De upside was veel groter en dat zou altijd moeten zijn. Je moet nooit posities houden, gewoon snel kutten en 3% los tegenover een 9% gain.
kunt nog 3 keer fout zijn. Allee, dat loopt goed, je voelt dat zelf ook. Dus sowieso altijd een plan opstellen van wat is mijn entry, wat is mijn exit. Probeer ik te average down bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ik koop mijn eerste buy aan op 100, op 85 daarna. Op 80 bijvoorbeeld, dat kan. En ja, kijk vooral naar uw indicatoren en zoek confluences. Het is niet één soort machtige indicator, maar je moet ze allemaal een beetje bijeen brengen en kijken van, oké, dit plaatje kan wel snel down gaan of kan wel snel omhoog gaan. Zo moet je dat eigenlijk benaderen. Het is niet van één gouden methode of zo. It's all about probabilities. Dat moet je zeker onthouden. Dus dan gaan we een keer kijken naar het echte werk. En dus eigenlijk, dat begint bij simpel support en resistance. Dus support en resistance levels, dat is eigenlijk uw support, is uw supportniveau, is uw ondersteuningsniveau van een koers. We gaan dat straks ook zien op een foto. Eerst gewoon even laten doordringen. Dat is eigenlijk een niveau waar dat de prijs like, niet kan doorzakken. Heb je eigenlijk vaak van, oh, dat is echt wel sterk, op dat punt moeten we kopen. Dat kan psychologisch zijn, dat kan ja, established zijn door bepaalde grote kopers die telkens op die prijs terug kopen eigenlijk. Resistance is dan weer het omgekeerde gewoon. Je hebt vaak omgekeerde in de wereld van trading. En het weerstandsniveau is eigenlijk een hoog niveau waar dat de prijs een beetje stagneert of waar dat de prijs, waar dat er veel profit wordt gepakt. Je moet rekenen, op resistance levels neemt smart money profit. Dus ze gaan sellorders zetten of market sellen. Op die weerstandslevels, omdat ze weten van, kijk, we hebben ons 10%, we hebben ons 20%, we hebben ons 4%. Het is goed geweest en risk reward is dit ja, edgy zone. En dat willen we niet. Dat is nooit enteren we hoger als er dan nieuwe support established is. Maar die gaan altijd posities kutten en gewoon safe spelen. Wat er ook veel gebeurd is, als je bijvoorbeeld longt op 100, het gaat naar 110, okay, 10% profit. En dan heb je zoiets van, okay, ja, nu ga ik even chillen. Ik wil gewoon chill zitten. Dan zet die een stop loss op 105. Als het naar 105 gaat, als het door een of andere flash crash of door Buffett die zelf of zo, I don't know. Ja, dan moet je weten, dan heb je nog altijd 5% profit. Dus zo kun je gewoon je risk calculaten. Daar zijn ook veel sites voor. Misschien straks een keer tonen. Maar sowieso, risk is belangrijk en consider altijd risk. Als we gaan kijken, is dat hier de DAX. Elke candle, als je dat hier ziet, dat is eigenlijk een candle. En dat symboliseert eigenlijk 5 minuten, ziet dat hier, 5. Van trading prices. Dat was vanmorgen om 9 uur. We weten om 9 uur openen de beurzen. En DAX is zeer stevig geopend. Die kan zeer stevig openen. Veel kopers, veel shorters die misschien coveren, dus hun short posities verkopen. En dan krijg je een spike. En oké. Dus dat was de eerste high. Je ziet dat hier, dat was mijn muis. Hier was de eerste high. Daarna ja, gaat dat down. Maar dan is dat een zeer interessant moment om cellen bijvoorbeeld hier, want dat is uw resistance. Hier wordt dat dan nog een keer benadrukt. Hier was het eigenlijk ook al zo, het was maar een klein beetje ervan. Ja, 1 punt echt letterlijk. Ja, hier 2,80. Dus dat is eigenlijk de resistance. Dat gaat er niet door, totdat er wel doorgaat. En dan is dat bullish. Dan is dat zeer goed als iets boven de resistance gaat. Dus je moet weten, de bovenste lijn is de weerstandlijn. En daar komen er eigenlijk profit takers en daar nemen mensen profit. Dat moeten we weten, dat zijn echt mensen die dan zeggen, oké, sell of oké, short. En dat gaat meestal redelijk snel omwille van 2 redenen. Je moet weten, hier is eigenlijk, ik had hier eigenlijk ook beter een lijn getrokken, hier is een soort van support. En je moet weten, als iemand hier heeft gekocht op die support op 2,45 hier, ja, dan komt hij wel van hier en dan heeft hij zoiets van, we gaan kutten en we gaan wel misschien short gaan. En vandaar, het gaat altijd een keerpunt hebben eigenlijk op die lijn. Dus dat is uw resistance. Dan gaan we een keer kijken naar onze vriend Bitcoin. Bij Bitcoin is al zeer duidelijk, dat is nu een zeer grote chart, maar gewoon om principe nog een keer te tonen. We weten, dat was hier ultieme laagtepunt. Ja, je ziet ook de high nog verder. Dat was ervoor nog. Maar dat is eigenlijk je support.
daar komen buy orders binnen, daar komen grote blocks of trades of traders binnen eigenlijk. En dat creëert een enorme spike in de prijs. Dan heb je hier weer je resistance. Je ziet dat. Hier is dat twee keer afgeketst. Dus dat was resistance. Kon niet doorbreken. En het ging down. Uw uptrend, was eigenlijk doorbroken vanaf hier. Als je zo'n lijn trekt, hop, dat is doorbroken. En daarna is het opnieuw gaan terug voor dat level. Dus dit level proberen claimen. Dus dan weer afgeketst hier. Nog een keer. En het is er dan uiteindelijk weer niet doorgekomen. Dus je ziet, dat is hier echt een sterke resistance. Dus je moet altijd voor je eigen die lijnen trekken op die chart. Van waar ketst het af veel? En waar komt het veel samen? Bijvoorbeeld, hier komt het samen één keer, twee keer een bounce. Ja, hier natuurlijk niet. Hier is het erdoor gezakt. Hier dan ook weer. Maar nu zie je dat hij, ja, vanochtend was hij, of vanmiddag zelf, was hij weer lekker terug naar de 53.000 te gaan. Dus hier wil je niet, als moest dat nu mijn level zijn, hier wil je niets doen. Hier wil je gewoon wachten, oftewel tot naar hier gaat. Oftewel tot naar hier gaat, of zelfs hier. Afhankelijk natuurlijk van de snelheid en van de pressure en zo. Of van het nieuwsfact. We weten, in crypto zijn er enorm veel leveraged players met hefbomen. Maar ja, als je een uptrend market hebt van letterlijk een maand, dan moet je weten dat iedereen leveraged tot de tits is eigenlijk. En serieus naar de upside. Dus niemand heeft eigenlijk rekening. Allee, er hebben wel mensen rekening gehouden met de downside, maar die worden dan meestal eruit gestopt of nemen losses of zo. Maar dat is een gevaarlijk moment, want dan kan het zeer snel gaan, omdat al die leverage traders eigenlijk een soort van flash crash veroorzaken. Er treedt één grote seller in, al andere sellers die dat zien volgen, andere reconsideren een beslissing en denken van shit, ik ga hier dumpen bij wijze van spreken. En dat triggert die enorme flash crash, die leverage. En die chain eigenlijk die dat weer ontketent. Je moet weten, ik zeg dat vaak in bull markets, dus markten die stijgen, is generaal gezien, is het altijd stairs up, elevator down. Dus zo, eigenlijk kon je short zijn van dit punt, van 29 maart, of zelfs nog van dit punt, kon je eigenlijk short zijn. Om het echt extreem te doen, maar niemand doet dat natuurlijk, maar het is om mijn punt te bewijzen. Ik kon eigenlijk short zijn en waard in letterlijk 5 dagen waard geen profit zelf. Dus je ziet hoe dat gaat. Hier waard goed natuurlijk wel een profit. Dus ja, stairs up, elevator down. Vooral door vele panic sellers. Ze hebben winst. Ze denken van, moet je die winst niet laten gaan. Je kent dat gevoel allemaal ongetwijfeld al. Dus ja, recap. Of ja, resistance, support, zita. Onthoud dit, trek uw lijnen. Dat geldt voor alles zo, als bijvoorbeeld hier. Hier is dan doorbroken, dat is ook interessant. Hier is doorbroken, daarna teruggezakt, maar dan heeft hij recovered en dan is hij direct voor de all-time high aan de tijd. En dan is hij erover gevallen, erover gestegen. Dan is hij gezakt. Heeft hij nog support kunnen pakken hier, dus op de vorige top. Even nog gebounced. Dus van 61 naar 64. Maar dan komt hij niet meer houden. En je ziet dat. Dan is dat level per level down. Dit level down. Dit level. Hier is er niet echt zoveel support. Dus direct ook down. En nu ook, wie weet, is de prijs nu ook gigantisch aan het crashen. Dan een patroon dat ook qua uw resistance en support weergeeft. Dat is eigenlijk een soort van trend. Je ziet hier een trendline. En dat ziet je eigenlijk, of dat verbind je eigenlijk door gewoon alle onderste pieken te verbinden. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat we in een stijgende trend zitten. We hebben altijd maar hogere laagtes. Dat is een goed teken. Dat is een teken dat de markt bullish is, dat de markt omhoog is. Dan de meeste buyers langs de buy side staan. De meeste market participants. Dus we zien eigenlijk dat telkens een goed moment is om hier te kopen. 1, 2, 3, 4... Dus wat wil ik zeggen, op de lijn, op de onderste lijn is altijd goed om risk te adden. Dus om long te gaan, of wat posities bij te schalen. Long weliswaar. En de bovenste trendlijn is altijd een zeer goed moment om te sellen.
Dit was een goed moment om te stellen. Dit. Ja, dit niet, want dan had je een breakout. Maar it's all about probabilities en zo. En je moet weten, als je zo'n patroon hebt in een bull market, na de derde keer of de vierde keer breekt het meestal uit. Dat is altijd ook zo in markten. Heb je dat vaak, het doorbreekt drie keer iets niet. En de vierde keer weet de retail trader dat en denkt van ja, ik ga het sellen, maar dan heb je eigenlijk enorme buy pressure. En een short squeeze, zeg maar, want hier zijn wel ongetwijfeld mensen die willen shorten. Maar dan moeten die een stoploss gewoon hier zetten voor het geval dat het uitbreekt en dan is het allemaal in orde. Dus dat is ook een patroon, orde en toog. Dat kan bijvoorbeeld ook erdoor breken. Wat doe je dan? Ja, dan zijn we niet meer bullish, maar dan zijn we bearish, want die trend is verbroken. En hij maakt een lagere laagte terug in plaats van een hogere laagte. Dat wil ik ook meegeven. Dan ga ik even kijken naar de moving average. En er is een strategie voor. Dus uw moving average is eigenlijk de gemiddelde koers, een set van datapoints eigenlijk, over een bepaalde periode. Dat kan 15 dagen zijn, dat kan 20 dagen zijn, dat kan 200 dagen zijn. De belangrijkste zijn eigenlijk 10, 20, 25, 50, 100 en 200. Dat is een zeer goede indicatie voor de trend. Van, is die trend omhoog of is die trend omlaag? Dat willen we sowieso weten om te traden. En dat indiqueert ook bepaalde support en resistance levels. Even een voorbeeld. Dus je ziet hier de DAX vandaag. Moving average van 200 is de blauwe lijn. En moving average van 20 is de rode lijn. En wat zie je eigenlijk? Dat telkens keer als de koers van de DAX, en dat is geen toeval, als dat die blauwe lijn raakt, lijkt dat gelijk omhoog te gaan. En dat is telkens zo. Dat is hier zo, dat is hier zo, dat is hier zo. Hier gaat er een klein beetje onder, maar dan terug boven. Hier bounce het er terug op, gaat terug naar boven. En ja, dan moet je weten, ja, om 9 uur opent de beurs. En bij de DAX kan dat zeer hevig zijn. Dat is altijd zeer hevig. Trade ook nooit een opening of zo, enkel als de prijs al wat established is. Dus wat kun je hier nog op aflezen? Als de prijs onder de blauwe lijn gaat en er daarna niet meer boven kan, wilt dat zeggen dat je eigenlijk in een downtrend zit. Dus je moet dat ook weten van, bijvoorbeeld ook hier, als het over de rode lijn gaat, kun je nog even meedoen, is bullish. Maar als dit gebeurt, en vooral dit, een cross in de lijnen is belangrijk. Als je een cross in de lijnen hebt, ja, dan mocht je zeker gaan shorten, dan weet je gewoon. En ja, het is duidelijk, het is alleen maar een downtrend te gaan. En verder ook nog vanavond. Allee, dat was eigenlijk een signaal van shorten. Dus als de moving average van 200, van 20, dus de rode lijn, onder de blauwe lijn gaat, is dat niet goed. Dan kun je eigenlijk een trade enter. Dat is een trade signal van go short. En dat is op de 15 minuten van piek. Je vindt dat vaak, als je dat patroon ziet, dan kun je een goede short maken en dan kun je winst pakken door dat koersen dalen. Dus dat wat ik daarover zei, dat is nog een example vandaag. Voor de S&P 500. Je ziet hier ook de blauwe lijn, ja, nu is het omgekeerd. De blauwe lijn is de 20 moving average en de 200 is de rode. Dus we zien echt van die treedt er zeer hard boven, omdat de S&P ook zeer hard omhoog is gegaan. Dus die lijnen liggen lager. Opnieuw de 15 minuten grafiek. Dus elke candle is 15 minuten na een prijsbeweging. Hier zit je de prijs. En wat zie je weer hier ook? Je ziet hier eigenlijk dat die cross ook was aan het gebeuren. Maar belangrijker was dat de prijs onder de moving average van 20 ging. En daarna onder die van 200. Dus die kon niet houden. Wat deed de koers daarna eigenlijk? Dat is ook belangrijk. Die haalt het nog een keer proberen om er terug boven te gaan. Dat lukt dan niet. En ja, dan heb je een stevige... Dat wordt hier wordt er eigenlijk profit gepakt of geshort. Want dat is het ideale signaal. Als iets doorbroken is, dat gaat meestal niet in één lijn down. Meestal niet. Dat gaat meestal nog een keer omhoog gaan naar het vorige key level van support. Dat is dit hier. 4172. En daarna gaat dat down. En dat was gemaakt rond 18 uur, denk ik. Maar de S&P is sindsdien alleen maar gedaald. En daar ga je ook een cross zijn geweest. Dus dat was ook weer
Dat is eigenlijk een simpele, al een simpele daytrading strategy eigenlijk. Het moet echt niet, soms niet moeilijk zijn. Je hebt gewoon van die mensen die kijken naar je moving average. Oké, het gaat eronder. Ik ga shorten. Of als er echt safe zit, oh, er is een cross. Ik ga shorten. En ik zet mijn stop een beetje boven de lijn. Oh, ik zet mijn stop, bijvoorbeeld je stop los. Als je short gaat, bijvoorbeeld over de moving average 20. Dat je zeker weet dat het niet terugclaimt en terug uptrend is. Maar meestal niet. Zeker niet als je zo'n candle ziet. Dat is een enorme... Ja, hier is er eigenlijk alleen maar gesteld geweest en zeer hard. Ja, en we weten dat... Dat zorgt eigenlijk voor paniek. Je moet dat ook psychologisch zien. Zo'n candle, dat zorgt voor paniek. En mensen beginnen direct lager te kijken naar support levels. Bijvoorbeeld, dit hier was ook een goed support level. Maar dan is dat ook weer gefaald. Dit waarschijnlijk ook, maar we zien niet het vorige. En het is ook een zeer klein... Allee, het is een hele kleine timeframe. Dus ja, onthoud sowieso van de trend. Hier is dan bijvoorbeeld een uptrend. Het volgt het. Maar vanaf dat hij eronder begint gaan, is dat niet zo goed nieuws. Want dan zitten we zo wat in een ranging market, dat is ook al niet goed. In een ranging market, die ontstaan eigenlijk door distribution. En distribution is eigenlijk, we zijn redelijk verdeeld. We zijn niet nog allemaal bullish, maar we proberen wel. En de grote candles zijn large institutions die gewoon op de sell button drukken. En die terwijl ook short gaan, dat is zeer lucratief voor een... En zij kopen lager in, want dat is de game. En op een moment trokken ze die macht op. En denken ze van, ja, er is enorm veel te behalen. Als we gewoon dik profit pakken, of die cellen ook soms voor compliance redenen. Bijvoorbeeld als een positie enorm veel stegen is, cellen die ook een beetje. En het er vooral bij grote aandelen. Of op het einde van een kwartaal, dan cellen die ook. Maar S&P ziet er op dit moment... niet goed uit, ook op de large timeframes. Dus wie weet, correctie. Dan gaan we naar Bollinger Bands. Bollinger Bands vind ik ook zeer goed, omdat het vooral nog een beetje een newbie lesson is. Ik hoop sowieso dat jullie bijleren uit deze les. En dat jullie ook soms, ja, als je vragen hebt, sowieso, je mag mij altijd sturen. Dat is allemaal geen probleem, ik antwoord daarop. Dus Bollinger Bands, dat is eigenlijk ook een zeer interessant concept gemaakt door John Bollinger. En dat is op basis van je standaard deviaties, van ook de prijs van de koers. En je hebt een bovenste band, een onderste band en een soort van middenste band, een kleine lijn. En belangrijk bij Bollinger is dat je eigenlijk reduce risk op de bovenste band. En je kunt risk adden op de onderste band. Dat is zeer belangrijk. En dit systeem is eigenlijk, disclaimer, vooral goed in ranging markets. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn markets die niet echt veel omhoog gaan, maar die zo wat consolideren, die zo wat gelijk blijven. Een milde uptrend of een milde downtrend of zelfs gewoon flat, plat. In bull markets is dat niet zo goed om die strategie toe te passen, maar dan weet je wel van, als het buiten de Bollinger gaat, ik ga die straks tonen, dan moet ik long gaan, want dat is een serieuze expansion. En in bear markets, ja, gaat ook meestal volledig naar beneden. Dus we gaan even kijken naar wat voorbeelden. Dus daar zie je bijvoorbeeld de DAX op de 5 minuten. En het principe is simpel. Dat is hier de bovenste band. Dat is hier de onderste band. En op basis van standaard deviaties wordt die gemaakt. En hier zien we de middenste lijn. De middenste lijn is eigenlijk een soort van support. Dus dat is ook een milde support. Maar op kleine timeframes zou ik daar niet veel op rekenen. Ik zou enkel de extreme pakken. Maar sowieso is dat zeer goed om een target te bepalen. Sowieso bij traden heb je drie dingen nodig. Ja, sowieso je plan en je verstand en je held. Maar ook je entry, waar je je positie start, een short of long positie. En ook een exit. Maar die middenste lijn kan bijvoorbeeld al een exit zijn, zowel als je short gaat naar hier. Of als je long zit van hier, kijk, je ziet hier, dat catcht hier af. Dat is een soort van, zeg maar, indicator ook. Indicatie van, ja, dat is wel een goed moment als je hier hebt geshort om al een deeltje profit te pakken. That's what daytrading is all about. Hou ook niet mee. Je ziet misschien, dat zijn kleine price movements. Ongeveer van 1,20% of zelfs soms 0,7%. Hier is dat zeer nauw, zeer min.
Maar je moet weten, maar als je daytrade gebruikt, ofwel veel kapitaal, ofwel veel leverage. Dus dat kan zeer handig zijn om op die bollingenband in te spelen. We zien hier bijvoorbeeld, daar raakt je de onderste bollinger. Dan raakt het hier de bovenste al een beetje. Dan gaat het intense down. Dan probeer het nog een keer. Dan gaat het serieuzer down. Hier is het eigenlijk een goed moment om risk te adden. En zo is eigenlijk de hele tijd een wisselwerking tussen die banden. En je ziet hier ook dat we in een milde uptrend zijn. Oh, daar ook mee rekening. Elke dip zou gekocht worden omdat we in een uptrend zitten. Als we in een downtrend zitten, dan gaat dat steviger doorzakken, ik maar zeggen. Maar dan moet je sowieso de bovenste band shorten. Hier ook, als we onze supportlijn zien, zien we eigenlijk een confluence waar dat twee indicatoren samenkomen of twee signalen samenkomen. En dan is het een zeer goed idee om te shorten. Bijvoorbeeld hier was dat en hier was dat en hier ook. Dus drie keer 2,81, ook weer niet doorbroken. Dus simpel, wat je ook kunt afleiden uit bollinger, als de banden zeer nauw worden, hier heb je dat, dan mogen we een volatiele market verwachten soon. Dat komt eigenlijk omdat niemand echt een beslissing neemt en het is tijd voor één grote move up en dat mensen dan beslissingen nemen of één grote move down. Dus dat kun je er ook uit afleiden. Zeer goed principe. Hier hebben we een andere chart van cryptocurrency. SXP, hier ziet je bijvoorbeeld ook onderste band naar boven, terug, milde onderste band naar boven, terug naar beneden. Maar zo kun je echt wel consistente winsten maken. Ik bedoel, dat zijn swings van 15 naar pak, ze gaat nooit de bodem coveren, maar pak vanaf de middenlijn. Als je bijvoorbeeld hier short zit op 15 en gaat naar 4,94, dan is dat toch al schoon. Met leverage, als je 5 leverage hebt, is dat toch al schoon 20% of zo. Dus dat kan wel al tellen, maar dat moet natuurlijk niet met leverage werken. Maar ik bedoel maar, dat zijn de principes, hè, is waar je op moet baseren. Zeer useful, de bollingerband. Dan zien we hier onze favoriete Dogecoin. Die is zeer veel gestegen, maar vanmiddag was hij in een downtrend. Je ziet dat ook, gebruik vaak lijnen. Zowel naar onder als naar boven. Bijvoorbeeld, hier is echt een downtrend. Het piekt op 43. En daarna failt het eigenlijk om hoger te raken. Dus dan zijn we bearish. Als iets topt, dus als iets een top maakt, en daarna geen grotere top, dan zijn we even bearish. Dan gaan we niets proberen of dan gaan we shorten. Dat kan. Maar wat ik met deze picture, met deze foto vooral wil aantonen, is dat een trend is een trend totdat het doorbreekt. En je zag dat daarnet ook bij S&P. We gaan ze niet nog voorbeelden zien. Maar je ziet hier bijvoorbeeld, nadat hij die top maakt, veelt hij altijd om die rode lijn te doorbreken. Hier een beetje, hier ook. Dan gaat hij serieus down en maakt zijn laagste punt om 17 uur. Hangt ook natuurlijk samen met equity markets, die dan aan het dumpen waren, en Bitcoin natuurlijk. Dus je moet ook weten, opnieuw, die zijn allemaal gecorreleerd. Als je ziet dat S&P is aan het correcten en zijn long in crypto, good luck. Zeker als er stevige correctie is. En een downtrend is een downtrend, zolang het deze lijn niet doorbreekt. Maar hier maakt het dan eindelijk een bodem, ook op een support, maar die zien we hier niet meer. En de bollinger ook, telkens keer een beetje lager. En hier maakt hij dat een bodem, stijgt hij zeer hard, breekt hij eigenlijk dit, gaat het terug een beetje down en dan een zeer confident break. We zien dat ook aan de RSI, dat is eigenlijk uw Relative Strength Index, dat we handzitten in een downtrend zaten. Dat is eigenlijk, ik ga dat straks tonen, dat is ook een metric om te bepalen van wat is de trend. En als het boven deze band zit, deze fictieve band, is het eigenlijk een beetje, dan moet het best verkopen. En als het onder deze band is, dan is het best een koopsignaal. Bijvoorbeeld hier was het bijna 30 of 33 of zo. En dat is meestal een zeer strong buy signal. Je moet ook zien van hier is die trend eigenlijk ook doorbroken bij RSI. Dus kijk daarnaar. Dan verwacht je meestal ook een stevige upward movement. Dus RSI onthoud ook boven de band, bijvoorbeeld hier. Goed short signal. Dus overvalued. Bijvoorbeeld hier was het ook, dat was al hier, maar niet zo. Alleen, je moet ook weten,
Dogecoin is een overhyped ding. Maar toch, technicals werken nog altijd. Hier bijvoorbeeld ook, een value van 80 zelf, doe ook een serieuze dip van zeker 10%. Hier terug, weer al, draag die band, de bovenste. Je asset is te duur, geshort of verkoopt. En hier, ja, de ultimate top. En hier is dan alleen maar bergaf gegaan. Totdat het weer doorbroken is. En ja, nu zal het... Alleen dan moet je echt je targets bepalen via je resistances. Hier zien we nog een keer het grote plaatje eigenlijk van Dogecoin. Je ziet hier, dat was mijn support. Dat was mijn vorige top eigenlijk. En die is dan support geworden. Omdat hij hier, die heeft doorbroken. Dus dat is er doorgegaan. En dan heeft hij die retest. Dus twee lange wicks. Die wicks zijn eigenlijk die steeltjes. Dat wil zeggen dat een prijs op die 15 minuten zeer hard naar beneden is gegaan. Tot deze level. Dus tot ongeveer dit en dit. En daarna helemaal opgekocht is. Dus je moet weten, dat zijn de sterkste movements aan de bodem. Daar is waar traders ingaan. Dat is ook je Bollinger die hierover schrijft. En dan heb je een extra grote beweging in de tegenrichting. Altijd. Nooit in niemands land traden. Altijd op extreme traden. Bijvoorbeeld hier was een zeer goede entry. 0,34 zelf al hier. En dan zie je gewoon, ja, dat is een clean setup. Dan zie je gewoon dat de prijs direct terug in 15 minuten de vorige 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6, ja, de vorige 95 minuten overbrugd. Dus dat is het grote plaatje. Dat is ook al een beetje kijkend naar de confluences van, kijk, we hebben een top gemaakt. Oké, het faalt om nog een top te maken. Er zit een soort van downtrend. S&P is ook gecorreleerd. Crypto is aan het correcte. Bitcoin, leading indicator van die market. Moet weten, er zit een overleveraged market. Veel mensen hebben zeer veel geld gemaakt aan de long side. Die geven dat niet zomaar graag af. Zeker niet na het enorme liquidation event van eergisteren, denk ik. Er was meer dan 8 miljard in rook eigenlijk opgegaan van traders. Verschillende mensen hebben ook hun leven gepakt. Of genomen, zeg maar. Dus ja... Altijd het grote plaatje zien en altijd zien van je confluences. Van waar zit mijn prijs, waar zit mijn Bollinger? Kijken naar je structuur, kijken is er een break in de downtrend. En dat zijn de beste momenten om te enteren op de extreme, want dan krijg je een enorme tegenreactie op een zeer korte tijd. Ja, dus RSI, Relative Strength Index, je onderste band, als er daaronder gaat, ja, dan moet je risk adden, of dan moet je long gaan. Ik noem dat add risk, maar je kunt dat ook lezen als ga in een buy positie of ja, ga gewoon long. Boven de bovenste band staat er, I don't know, dat is een foutje, sorry, moet je eigenlijk je risk reducen. Dat is het principe, een value van 50 is je support in je uptrend, of resistance in downtrend. Dus ik ga dat straks ook tonen. Dus ja, die value is van 0 tot 100. 50 is midden. 70 is overbought. Dus dat is te veel gekocht is, dat een correctie nodig is. En 30 of eronder is dat een asset zeer goedkoop is of buy worthy. RSI onder 50, dat is een downtrend. Als dat daaronder gaat, zit een soort van downtrend. Voor de mensen die momentum traders zijn, ik ben niet echt een momentum trader. Ik ben eerder een trader die gaat kopen op extreme bounces, eigenlijk op extreme areas of value, bijvoorbeeld supports of resistances. Daar ga ik vaak enteren. Ik ga niet zo een soort van downtrend lang houden. Ik ben dan niet zo voor, dan doe ik eerder de korte stukken. Maar ik zeg het maar voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. RSI boven 50 is een uptrend. En we gaan dat nu een keer bekijken. Dus onze Nasdaq, bad boy vandaag, sowieso. We zien hier een mooie supportlijn. Dus dat zijn al de vorige toppen. Eerst was dat resistance. Maar ja, iets dat erdoor breekt, is geen resistance meer daarna. Dan wordt dat support. Hier zie je dat er even doorzakt en op deze support komt. En daarna gaan we terug naar omhoog. Je ziet hier uw RSI... De 15e, I don't know wat er dan gebeurd is. Dat hoeft geen reden te hebben, sowieso niet. Dat zijn gewoon mensen die op buy- en sell-knoppen drukken.
based op hun opinie op dat moment van de markt of de future opinions. Maar basically, hier kon al zeggen van, gasten, we zijn juist die resistance doorboord eigenlijk. Kon eigenlijk hier al cellen. Hier zie je, het is boven 70. Cel, simpel. Of reduce risk, sowieso. Ik moet nooit alle cellen, ik doe dat ook niet vaak, nooit alle cellen, maar kleine beetjes profit pakken. En dan doe ik nog één melt-up eigenlijk, om alle shorters eruit te halen. Ik denk ook wel dat iedereen het ja, eigenlijk 14.000 psychologische getallen in ogen had, voor ogen had, beter gezegd. En dat is dan hier dan gebeurd. Een value boven 70, hier ziet je dat goed. Dat is gewoon stairs up, elevator terug down, op, ja, op een dag of zo, of 2 dagen. Hier was dat eigenlijk ook, hè. Dus je ziet hier, op 70, kon ook weer shorten, of reduce risk. En kon weer hier gewoon chill aankopen, weet je wel. Of laten en zien een vervolg. Je moet niet altijd een trade pakken. Dat is ook zoiets dat ik kan meegeven. Je moet nooit overtraden. Dat is echt niet goed. Dat is echt zeer slecht. En enter gewoon op de areas of value, zou ik aanraden. Hier ziet je het dan weer. Het gaat weer op die 70. En ja, weer al een gigadump eigenlijk. Dus dat zijn allemaal wel cadeautjes eigenlijk. Die RSI geeft echt een goed beeld weer. Zeker van indexes. Van kijk, wat is de relative strength? Is hij relatief goedkoop of is hij relatief duur? En zo moet je eigenlijk met die wisselwerking spelen. En ik daarnet was hij ja, relatief goedkoop. We gaan ze niet kijken van is hij bounced of niet, maar waarschijnlijk wel. Dit is een plaats waar dat buyers inkomen sowieso. Dat is een gift om hier te kopen, want niet gaan één way down. Dat gaat altijd wel een bounce doen naar het vorige level, dus bijvoorbeeld hier. En dan zien we daar dan wel weer of dat hoger gaat, of dat nog meer correct. En het is altijd met zones werken. Oké, okay, verliest het deze zone, dan gaan we naar deze zone. Verliest het deze zone, dan gaan we naar deze zone. En zo verder, zo werkt het in beide richtingen. Hier Beyond Meat, het werkt natuurlijk ook voor stonks. Ons Beyond Meat, onze meat provider, Green Meat. We zien hier RSI van 30. Dan moeten we zo al iets weten van, oké, okay, het is redelijk goedkoop, het is correct van, ja, vroeger was dat 200. Wie dat daar gekocht heeft, toen was de RSI echt zeer hoog, good luck with that. Maar die is nu al ondertussen, ja, 38% down of zo. Dus op value 30 hier, hier zit je trouwens de value, daarvan, ja, 30 is de band. De onderste en 70 is de bovenste band. En dan ga je tot 100, maar RSI op 10 en zo, dat komt er niet tegen te zijn met zo'n shitty pharma company die failliet gaan. Dan kan dat wel eens gebeuren. Maar meestal bij solid stocks wil je wel echt zien van RSI is op 30, oké, okay, ik ga kopen. En bedoel, als je dan had gekocht, gewoon op RSI 30 of gewoon al hier zelf, hier, dan had je eigenlijk al goede profit kunnen maken. Dat is altijd een wisselwerking. Je ziet hier, ik ga van 30. En hier is dat dan weer 70, maar hier is dat dan weer duur. En zie hoe een serieuze dump eigenlijk dat dan weer meemaakt. Dus hier was sowieso ja, een area om risk te reduceren. Je zegt misschien van, oh Mathieu, het gaat hoger. Ja, dat is toch niet de bedoeling. Ik had even goed tot hier kunnen houden. Ja, maar dat weet je niet. 1. En 2, trust the system. Ik vertrouw op mijn systeem, ik heb een plan. En je moet dat plan executen, want vertel de held gaat terug naar hier of zo. En dan zijn ze zelf in verlies. Dus de boodschap, it's all about probabilities. En van kijk, dat is mijn eerste exit, dat is mijn tweede exit. Hier ziet u het dan weer ook. RSI gaat boven 70. Dat is duidelijk sell moment. Dus ja, je kunt echt wel met deze tips dat ik geef. Smart traders doen dat ook. Die zien dat meer in perspectief nog. Maar die dumpen echt op zo'n levels. Dat zijn echt levels om te zeggen van hier drop ik mijn holdings. Dan komen er massale sellers in en dan zit je ook weer opnieuw met een downtrend. En nu is het eigenlijk altijd zo wat downtrend. Als je zo price action ziet, zo down-achtig, fail to break, a new high, dan moet je weten van, beter dat ik exit of short of gewoon wacht. Eigenlijk moet je gewoon geduldig zijn. Dan gaan we kijken naar de targets bepalen. Dus als we deze grafiek hier zien, ook van een cryptocurrency zien we hier eigenlijk van, kijk, dit is de top. Dit was een top, dat was een hoge top. Je ziet hier op 45 minuten is dat serieus geschoten. Maar hier
is er waarschijnlijk één dikke seller in getreden en de prijs is zelf naar de vorige support gegaan, terug omhoog, terug down, terug omhoog. Dan ja, de Bitcoin liquidation event heeft ook natuurlijk die crypto, dat in crypto altijd de context weten, ook goed gepakt. Heeft een serieuze dip naar 0,17 gedaan. Maar hier was die RSI ook wel op 30. Je moet ook weer al zien, Haste, dat die RSI op 30. Zat hier ook met een support, maar ja, kon niet Hans het plaatje bederven. En dan hebben we weer een uptrend gehad, een heel mooie uptrend. Hier had je resistance, dus dat zou een goed profit moment geweest zijn. Je ziet dat ook, dat is hier afgeketst. Het heeft echt moeite gehad met erdoor te raken, maar dan is het uiteindelijk terug erdoor gegaan. Tot deze top. En dat is natuurlijk weer resistance. Dus hier was weer een goed moment om risk te cutten. Of zelfs om short te gaan. En dan zit je natuurlijk in een downtrend. Wat wil je dan als de prijs bijvoorbeeld hier is? Dan wil je dat echt, ja, zeker met S&P en Bitcoin, dan kijk je gewoon naar direct de lage support. En dat is hier een zeer mooie support. Hier bijvoorbeeld, hier. En dat is ook opnieuw gebeurd. Dus we zien eigenlijk bij VeChain dat eigenlijk die support heeft geraakt en direct terug omhoog is gebounced. Dus daar komt veel liquidity samen. En nu is de vraag van, wat zijn mijn targets? Dus eerst en vooral, je eerste target moet die lijn zijn, want het is altijd al afgeketst op die lijn. Maar als het die lijn breekt, ja, dan is dat een breakout. Dan kun je eigenlijk zeggen, de downtrend is over. Zo moet je dat bekijken. Dat is een uptrend, dat volgt gewoon uit die lijn. En een uptrend eindigt als de lijn breekt bijvoorbeeld van die, dan is dat zo'n downtrend. Zo moet je eigenlijk zien, die lijnen maken het echt handig. Dus horizontale lijnen, verticale lijnen en diagonale. Beste traders, on it simple, on it clean. En weten, what is the area of supply? Hier komt er veel supply, veel aanbod. Hier vinden mensen niet aantrekkelijk. Of denken ze van, ja, we hebben een good run. En hier zijn er ook zeer veel sellers in getreden. En waar is een good value to add? En ik zei je, dat is in de grootste bounce moment. En dan kijk je gewoon support per support of resistance per resistance eigenlijk van, waar sell ik? En dat was hier op dit level en zelf op dit level. En als dit level doorbreekt, ja, dan gaat je natuurlijk veel hoger. Bemerk ook dat hier je RSI ook weer down gaat. Dus zoals ik daarnet, RSI onder 50 is bearish. Dus dan moet je eigenlijk short gaan. Of dan moet je niet, maar weet gewoon, RSI is onder 50, dan zit ik in een downtrend. Een downtrend totdat dat breekt. En hier die lijn, dat breekt. Dus dat is een soort van indicatie van, oh, mijn RSI is aan het breken, er gaat soon terug strength komen. En dat is waarschijnlijk zo geweest. Dus dat is zeer belangrijk om je entries te bepalen en je exits. Want zo maakt de profit eigenlijk je entry en je exit. En dat percentueel, dat is nice. Je moet niet hier gaan kopen, of ja, je kunt hier gaan kopen, maar allez. Je moet weten, je koopt op all-time high. Hè? En zeker als Bitcoin correct, niet die omstandigheden die de correlaties tussen de verschillende aspecten van de financiële wereld, de financiële markten, de mensenmarkt, de psychologie. Dus zo bepaalt je dat eigenlijk. Dan hier, dat is een soort van patroon. We hebben een downtrend gehad. Een serieuze. En hier zijn we dan gebodemd. We hebben hoogte, laagte, hoogte, opnieuw laagte, en dat is eigenlijk een serieuze downtrend. Maar je ziet hier RSI opnieuw 30, super goedkoop. Maar vanaf dat eruit breekt uit dit patroon, ja, dan mocht je terug hogere prijzen verwachten. Dus eigenlijk vanaf die break kon je eigenlijk longen op 15. En ja, dan had je 3 euro profit per sushi gehad. En hier moet je dan weer al weten, ja, we zitten wel aan RSI 70. Mijn target is gehaald en daarna is het ook terug down gaan. Dus je moet dat allemaal samen zien. Zo kunt je de beste returns halen. Zo kunt je ook voor long-term investing zelf. Want dat is hier eigenlijk de 4-uur-grafiek. Daar ga je over van 15 maart tot 15 april. Dus hou dat goed voor ogen. Het is niet alleen daytraden, maar kun je ook echt iets meegeven voor in stocks of zo. Koop niet zelf RSI 70 staan. Op de 4-uur chart. Dus elke candle is hier 4 uur. Doe dat zeker niet. Dan iets zeer interessant. En ook echt voor de newbie trader slash investor.
Pivot points. Pivot points zijn eigenlijk de high, de low en de close van de dag. Dus de high, de hoogte, de low, de laagte, dit hier bijvoorbeeld. En dan gedeeld door 3. En de closing prijs, ja, wanneer dat de beurs sluit. Bijvoorbeeld bij Nasdaq sluit die om 22 uur, ja, Belgische tijd zal ik maar zeggen. En R1 wil eigenlijk zeggen resistance. Dus al die lijnen, dat zijn eigenlijk resistances en supports. Nu bij DAX zitten we, ja, in een serieuze uptrend. Maar het principe is simpel. Vanaf dat hij, ja, in een uptrend moet je sowieso kijken van, kan ik de dip kopen? Dus kan ik iets kopen als naar bijvoorbeeld R1 gaat? Dat is eigenlijk een goed moment om je posities te cutten. Dus vanaf dat hij dat streepje van R, dat staat ook trouwens voor resistance, haalt, dat is een zeer goed moment om je posities te cutten, om short te gaan of om zelf te verkopen. Je ziet hier ook dat hij hier afgekut en nu kan dat echt wel down gaan. En ik zou geïnteresseerd zijn als hij dan op de pivot komt. De pivot is eigenlijk de main trend. Als hij boven de pivot is, is het bullish. Als hij eronder zit, is het bearish. Of neutral. Maar DAX heeft een enorme uptrend gekend. In ranging markets is dat een veel betere indicator. Maar het geeft ook wel... Dat is echt de plaats waar dat smart money en floor traders... Die sellen eigenlijk daar op pivot points. Je ziet dat, je moet een keer bij aandelen kijken of bij Facebook. Misschien is DAX niet het beste voorbeeld. Maar dat is ook een serieuze wisselwerking. En je ziet ook, het bounce wel altijd op één van die lijnen. Dus dat wil ik nog meegeven. En dan de S&P. Dit patroon, waarom dat zou kunnen correcten eigenlijk. Dan ziet u dat patroon, dat is hier de steun. Dat bounce hier telkens op dit. Dus de trend is intact. Ja, verschillende keren. Hier net niet, hier ook net niet. Maar hier twee keer wel, dus hier komen serieuze buyers in. Dus het zit eigenlijk met een soort van rising wedge. Ja, hoe hoger dat gaat, hoe breder natuurlijk. Maar we zitten hier op een soort van confluence moment op 4200. Zitten we terug op die lijn. En telkens keer als het op die lijn ging, vanaf november tot letterlijk nu, is dat altijd op die lijn afgekapt. En de vorige correctie, dit was een correctie van 5,32% of zo, dit van 3,36%. Dus dat is ook opnieuw een zeer goed punt om risk te reduceren. En was het dan onze... Wat, hier ziet je beter, alles in beschouwing genomen. Je ziet hier ook uw RSI, 70. Nu, vandaag was die ook 70, nog altijd op de 2-dagen grafiek. Dus elke candle die je hier ziet, is 2 dagen. En we zien hier dat botst op die lijn. Ik ga naar beneden. En hier is nu, heeft nu ook gebotst. En is zelfs buiten de bollingen gegaan. En kan natuurlijk ook terug down gaan. En de eerste area van ja, support zou dan deze area zijn. Maar dat is toch wel... ja, dat is trouwens ook het psychologische getal 4000. Enerzijds, dus dat zou echt een zeer goede area kunnen zijn. En anderzijds is dat gewoon echt de trendline van wat dat, de resistance, wat dat hij niet doorkomt. Dus dat zal waarschijnlijk een area of interest zijn van mij. En ik denk ook echt wel dat we S&P gaan zien correcten. Bollinger is sowieso overschreden, altijd al. En altijd al down. VIX, volatility index, staat op all-time low ver. Allee, dus er moet sowieso wel een keer een fear moment komen, zal ik maar zeggen. En dat zal wel... triggeren voor mensen om profit te pakken. Zag dat hier ook, buiten Bollinger, down. Hier ook, buiten Bollinger en RSI, ook down. Dus ja, iets om in het oog te houden. Dan wil ik jullie nog iets tonen. Liquidity and order books. Dus dit is hier eigenlijk een soort van professioneel trading scheme. Je ziet hier de grafiek, je ziet de high, je ziet voorlopig de low. Je ziet een aantal moving averages, maakt niet uit. Opnieuw, als die moving averages kruisen, bijvoorbeeld hier kruisen ze, ja, elevator down, echt letterlijk elevator down. Dat is die eerste indicator die ik u getoond heb. Als dat kruist, die moving average, hier is dat de 7 en de 9, maar dat kan ook de 20 met de 100 zijn, of de 20 met de 200, dan is dat een serieus sell signal. Hier ziet je trouwens uw volume. En uw volume ziet je eigenlijk... hoeveel bitcoin dat er is geld. Dus dat was redelijk veel.
En hoe groter het volume, hoe meer geloofwaardig de move werd. Want dat wil zeggen dat er echt enorm veel is geseld geweest in buyer. Dus voor elke seller is er ook een buyer nodig. Hè? Hopelijk beseft je dat, maar voor elke seller is er een buyer nodig. En voor elke buyer is er eigenlijk ook iemand die selt, dus die verschillende prospects heeft. Iedereen heeft altijd verschillende prospects op de markt, korte termijn, lange termijn. Individuele factoren bijvoorbeeld. Alles, ja, het zotste eigenlijk. Dat is gewoon hoe dat de markt werkt. Dus we zien hier een zeer stevig volume naar beneden. Zeer veel sellers, dus dat is nooit goed. De MACD cross. Maar wat ik eigenlijk wil tonen is een orderboek. Orderboeks, waarom zijn die belangrijk? Om een soort van supply and demand zones te vinden. Dus hier zie je de prijs van Bitcoin, dus 54.600. Dat is een orderboek. Hè? Dus als jij een limietorder stelt voor Bitcoin op 50, dan komt dat in die orderboek. Als je bij die exchange zit. Maar dat is de grootste ter wereld. Dus dat is een zeer goede leading indicator waar dat mensen met veel geld eigenlijk hun bitcoins kopen, waar dat de prijs sowieso gaat standhouden. En hier zie je dat iemand 82 bitcoins eigenlijk biedt, dus dat is bit, op 54.000. Dus dat is een stevige support. Als je hier koopt, zit je ook mee met de koop van die andere. En dat wordt gebruikt om steunzones eigenlijk weer te geven. En om te zeggen van, guys, ik ben hier, ik laat het niet onder 54.000 gaan. Ook shorters worden dan bang en beginnen dan een beetje te coveren. En ik denk zelfs niet dat het onder 54.000 is gegaan. Tenzij dat er echt drastic change of structure in the market was. Of een soort van fear event terug. En hier zit je eigenlijk de sellprijs. Dus je ziet hier op 54.700 worden er maar 2 bitcoins geseld. Eigenlijk als ik nu, toen eigenlijk 5 bitcoins kocht, dan was die prijs al, of pak 20 bitcoins, dat was die prijs al bij 44.900. Tenzij dat er iemand echt stelde. En dat kun je afleiden van de orderboek. Je ziet, waar zijn de grote sellers? Hier zag je bijvoorbeeld 55.100 was een zeer grote seller. En zo zie je dat eigenlijk die wisselwerking opnieuw van de orderboek, de support. En zij creëren die eigenlijk echt zeer hard. Dan wil ik jullie nog een screener tonen. Dat kan misschien best. Genaamd Finvis. Dat is zeer interessant ook. En hier kun je eigenlijk kijken. Dat is Finvis. Je ziet hier een soort van overzicht. Je ziet hier een heatmap van de market. Je ziet hier wat zijn de top changes in prijs. Bijvoorbeeld... deze stocks zijn zeer veel gestegen en dan kun je zo de chart zien. Dat is zeer wijs om een keer te bekijken, ook om zelf te daytraden bijvoorbeeld. Als je kijkt van, die is wel heel veel gestegen, ik ga die shorten, of die is wel heel veel gezakt, ik ga die longen. Bijvoorbeeld deze stock is zit in downtrend, maar nu is er zeer veel upwards movement. Unusual volume, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat er waarschijnlijk funds hebben gekocht. Unusual volume, dat zijn eigenlijk stocks die zeer veel buyers hebben gekend. Of zeer veel sellers, dat kan ook. Maar daar zit meestal iets meer achter. Of insider news. Dus dat is allemaal zeer interessant. Dan zie je hier ook allemaal top insider trades. Dus je ziet hier op 14 april heeft iemand die stock bijgekocht. De CEO waarschijnlijk. Je kunt dat dan allemaal zien. En dat is gewoon zeer handig om te bekijken, te interpreteren. Heb je een soort van screener ook. Zowel fundamental, dus met EPS, PE, return on equity. Dus dat is zeer belangrijk, ook als je een trade gaat. Gewoon, ik zeg het u gewoon, ik geef het u gewoon mee. Voor long term, voor het investen. Dat is zeer belangrijk om eigenlijk uw prijzen... uw trades uit te voeren en om te kijken van, wat is er een interessante buy? Of wat zijn mijn preferences zelf? Hier ziet je ook allemaal stocks, dus allemaal van A tot Z. En je kunt dan bijvoorbeeld volatility aanzetten. Ben ik volatiel of niet? Uw moving averages bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als er een nieuwe high of een nieuwe low is. Je kunt allemaal een keer screenen. En zo kom je altijd soms wel interessante stocks tegen. Hier ziet je ook de RSI bijvoorbeeld. Oversold, hier kijken.
En dan zie je hier allemaal stocks die een soort van downtrend aan het maken zijn. Zorg natuurlijk wel dat je de goede fundamentals pakt. Je kunt ook screenen van market cap, zodat je echt wel een solid stock hebt, of met veel liquidity, of met veel volume. Dus dat wat ik ook sowieso een keer vermeld. Dat is zeer interessant. Insider, ja, ziet hier. Onlangs Coinbase CEO ook veel geld, maar dat is ook omdat het direct listing was. Dus zeer interessante site. Hier ziet je ook nieuws. Als je op deze stock gaat, bijvoorbeeld, ziet je ook direct de overview van hoeveel shares outstanding, hoeveel shares floated. Wat is de short focus? 1,86%, is niet zoveel. En dan zit je hier alle nieuwtjes en zelf de buy and sell ratings. Maar daar zou ik mij nooit echt veel zorgen voor maken. En je ziet hier ook bepaalde patronen. Trendline support bijvoorbeeld. Is als, kijk, dat volgt mooi die lijn. En nu is het op support. Nu komen er nog wel veel buyers binnen. Hetzelfde met die. Hetzelfde met die. Die zijn allemaal op support. Hier zijn die allemaal op resistance. Dus goede verkoopmomenten. Sowieso wel interessant om je knowledge een beetje te expanden en om te kijken van hoe werkt het, hoe zit dat hier, hebben we hier een dubbeltop, ja hier hebben we een dubbeltop, enzovoort enzoverder. Dus dat wil ik sowieso nog een keer tonen. Dan ga ik verder met mijn slide. Ja, het is eigenlijk maar één slide meer. Zijn er nog vragen? Iets dat je wilt vragen, iets dat niet duidelijk is, iets waar ik meer op moet ingaan, iets dat ik moet tonen of zo? Vraag altijd maar. Nu kun je eigenlijk vragen stellen. Zijn er vragen over iets? Dus ja, als er vragen zijn, shoot. Als er geen vragen zijn, is dat ook goed. Dan betekent dat duidelijk was. Dat zijn alle leerkrachten altijd. Dus ja, dat was het dan. Er is een chat. Ja. Stel maar. Er is een vraag binnen via de chat, Mathieu. Ik zal het even voorlezen. Ja. VTM-beleggers mogen een rendement van gemiddeld 7-9% verwachten over de komende jaren. Hoe hoog zie jij het rendement voor een retailbelegger op jaarbasis? Het is ook te zien welke retailbelegger dat je bent en hoeveel dat je met de markt bezig bent. Maar ik denk wel, de average retailbelegger zou toch wel tenminste aan 15-20% procent moeten komen. Gewoon door echt, zelfs al volgt die simpele stappen, kun je echt wel 15-20%. Zeker in deze market betwijfel ik echt zeer hard of er echt mensen hebben underperformed of minder dan 7 hebben gehaald. Maar het is natuurlijk wel een feit. Bull markets blijven niet voor altijd. En bijvoorbeeld als de bear market er is, ja, dan gaan die ETF's ook zakken. Maar dan moet je ook zelf zien dat je, dat je geen fouten maakt. Kan natuurlijk altijd snel veranderen, maar sowieso die technicals die ik nu heb bijgeleerd, die zijn echt al zeer goed en kun je op alle frames toepassen. En ik bedoel, zeker retail moet wel 15-20% op het gemak maken zonder echt een professional te zijn en gewoon met simpele supply and demand werken sowieso. Ga ik even kijken naar de chat. Wat is een mooi kapitaal om te daytraden? Ja, dat hangt af van iedereen verschillend. Ik zou dat eigenlijk zien persoonlijk voor je vermogen. Like, hoeveel heb je in stocks? Hoeveel heb je in crypto bijvoorbeeld? Hoeveel heb je in ETF's? Hoeveel heb je in weet ik veel wat, in schapen bijvoorbeeld? Je moet dat zien procentueel. Bij mij is dat iets van een 15% van mijn totaal vermogen of zo. Dat ik heb om te daytraden. Dat hoeft ook niet veel te zijn. Maar een mooi kapitaal om te beginnen, zou ik zeggen, €1000 of zo. Met €1000 kun je echt al veel doen.
Maar dat is voor iedereen, dat is elk persoonlijk voor iedereen. Sowieso, ik zou eerst echt oefenen om te daytraden. En anderzijds, bij daytraden is het ook belangrijk dat je kosten echt fijn vermijdt. Dus echt transactiekosten. En ik trade eigenlijk op de broker. Ik heb er verschillende, maar mainly op Flatex. Flatex is zeer interessant. Waarom? Je kunt DAX traden, je kunt Nasdaq traden, je kunt veel aandelen traden. Ook met leverage. En die vragen geen commissie of amper commissie. Voor contracts of different, voor echt looncontracten en short contracten vragen die niets. En voor aandelen te kopen, als je bijvoorbeeld 100 stuks zou kopen, vragen ze 390. 1000 stuks ook 390. 1 stuk ook 390. Dus echt niet veel. Ook geen verborgenkosten of zo. Dus Flatex vind ik zeer goed. De andere vind ik redelijk duur. Dus ja, Flatex is echt een goede broker sowieso om te daytraden. Maar ik gebruik ook nog Binance voor crypto op te traden. Dat is ook een zeer goede broker. Vind ik niet zo duur. Betaalt al commissie, maar uit crypto is er gewoon zeer veel te halen door de movements. Felle intraday movements. En dat is zeer gunstig eigenlijk. En je hebt ook meestal een bunch of apes. Als het serieus down gaat, kunnen echt profiteren om mee te shorten. En eigenlijk die te outsmarten. Ja, dus die website die ik gebruik, dat is TradingView. Dat is gratis en daar vind je ook al die indicatoren. Je kunt dat op uitoefenen. Ik zou zeggen, probeer dat een keer. Is er niet een bepaalde hand-side bias bij de voorbeelden die je aanhaalde? Ik zag in de grafieken bepaalde instappunten met dezelfde technieken die jij gebruikt van RSI en MA, die goed lijken, maar uiteindelijk voor verliezen zorgen. Ja, dus allereerst moet je wel zorgen dat je timeframe duidelijk is. En ik zeg u, dat is niet een... Ik heb echt gewoon een voorbeeld gebruikt, zelf van vandaag, gewoon random, wat ik heb gezien. En je moet dat niet... Ja, bijvoorbeeld RSI en Moving Average, je moet dat niet apart bekijken. Zorg dat je dat samen gebruikt en zorg ook bijvoorbeeld... Het beste scenario, ik heb gezegd, is eigenlijk... Als je een soort van scenario hebt, gelijk hier, dat je RSI serieus down is, moeten we ook zien in het licht van de uptrend. Als je een serieuze uptrend hebt, gelijk de S&P, dan blijft die RSI zeer hoog. Dat is het probleem. Maar gelijk dat ik zeg, het is daytraden. Die movements, dat is alleen al 10% of 20%. Dus meestal... Als je een confluence ziet in trendlines, in support, moet echt zeker zijn van, kijk, zit hier op support. Kijk, RSI is echt low. En dan ga je meestal echt een upward movement zien. Maar als jij grafieken ziet waar dat zo is. Ja, bijvoorbeeld hier kun je argue van kijk, ja, de RSI is echt fel. Maar eigenlijk was het ook echt een goed sell moment. Maar dat maakt eigenlijk voor een daytrader maakt dat niet uit dat hij daarna terug naar boven gaat. Want dan short hij toch gewoon daarna terug, bijvoorbeeld hier, of zelfs hier. En dan was hij toch nog in profit. Welke timeframes verkies je en hoeveel indicatoren moet je trade bevestigen voordat je echt instapt? Sowieso, ik ga alle timeframes af. Ik kijk op de daily grafiek. Ik kijk wat de prijs is op de daily grafiek. Ik kijk op de 4 uur, op de 3 uur, op de 2 uur. Echt, basically, alles keer overlopen. Ik kijk eerst van, hoe zit het grote plaatje? Van, zijn we serieus van onze support? Zijn we tegen resistance, bijvoorbeeld S&P? Moet dat in perspectief zien, hè? Want, S&P op de daily is nu nog maar een kleine correctie, maar dat kan echt zeer groot worden. En ja, op de daily kan dat, echt op 5 minuten, kan dat zeer snel down gaan. Dus, je gaat gewoon al je timeframes af. Kijk van, en ook, je moet weten, hoe groter je timeframe, hoe sterker het signaal. Dus hier zijn allemaal zeer kort, zeer direct. Maar bijvoorbeeld, als het op een daily van 85 staat, RSI of Bollinger, ja,
dan weet eigenlijk genoeg. Dan is dat een zeer sterk signaal. Dan is dat echt een sterk signaal. Dus hoeveel indicatoren moet je traden zetten? Ik zou echt wel pakken een stuk of drie, vier gewoon. Weten van waar is mijn support, waar is de liquidity. En bijvoorbeeld je trend is doorbroken. Eigenlijk gewoon die. Like, hier heb je support. Heb je Bollinger die steun geeft. En heb je RSI die doorbroken is en die redelijk laag staat op de vorige frame. Was dat hier echt letterlijk op 13, dus dat is altijd een goedkoop moment. Dus ja, dat is eigenlijk zoveel indicatoren moet er eigenlijk zijn. 3 of 4. Maar het belangrijkste is dat je weet waar komt de liquidity, waar zijn de buy orders. En die zaten op dit moment hier. Dat kan zijn dat het gebied terug naar hier gaat, maar er zijn er niet zoveel meer buy orders. Dat gaan nog altijd bouncen, maar niet zo sterk. Omdat je moet weten, hier is er al zeer veel, hier zijn al zeer veel buy orders geëxit. Dus die liquidity valt dan hier een beetje weg. Heb je geen last van de PDT-rule? Moet eerlijk zijn, ik ken echt zelf niet de PDT-rule. Misschien ken ik het als je het voluit zegt, maar ik weet niet wat ik bedoel met PDT. Dus als je dat een keer kunt verduidelijken, dan antwoord ik graag. Maar ik ben wel benieuwd wat dat is. Nee, eigenlijk niet. Ik enter gewoon een trade wanneer dat ik zie van het is goed. Soms trade ik dagen niet, soms trade ik weken niet. Het is ook te zien hoe dat de market zit. Ik ben beter bijvoorbeeld in ranging markets dan in expansion markets. Ik ben ook beter in shorten dan in longen. Dus zoals vanmorgen heb ik hier short Dogecoin. En heb ik hier ergens ja, covered. Dus dat komt meer dan ik zei, dat komt meer dan, maar dat maakt me niet uit. Het is geld en het is de risk-reward. En dat zat hier goed, dus ik short. Boeken, kanalen, YouTube-channels. Basically, ik ben niet echt... Ik heb wel veel boeken gelezen. Ik raad u 1 site aan. Ik ben die nu zelf vergeten, maar er is een site waar je gratis boeken op kunt lezen en kunt downloaden, ook over price action, over patterns, over liquidity, en dat zijn zeer interessante boeken. We moeten dat zelf maar een keer zoeken. Z Library is die site, en daar kun je eigenlijk verschillende boeken downloaden, price action, patterns, en zoek er die, en die zijn echt zeer goed. Forums zou ik nooit niet te veel volgen. YouTube channels volg ik eigenlijk ook niet, of heb ik eigenlijk ook nooit gekeken. Het komt eigenlijk uit de market, observatie, boeken, hoe dan markten functioneren, het gedrag van de mensen en gewoon day-to-day finance nieuws ook een beetje volgen van wat triggert wat, hoe redeneren investment managers, hoeveel mensen zijn er long in die positie, of hoeveel mensen zijn er short in die positie. En dus boeken, ja, Z Library, ja, dat is de site. Dus ik zou daar wat opzoeken, price actions, forex patterns, dat is allemaal zeer goed. En dan kun je echt wel veel leren, nog meer dan wat ik nu in deze les heb gezegd. Maar in deze les denk ik wel dat je al een paar cheat codes, zeg maar, hebt gekregen sowieso voor de daytraden. Dus ik zou zeggen, kijk eens op die site.